Jan Geurts Pinos. Als schutskoning heeft deze schutterij Robert Luiten met als koning Iris Plus. En als ruiterkoning Geert Keurtjes met als koningin Janka Keurtjes Hamza. Ook in deze schutterij 4 ereleden. En ik nu na het bestuur en het ereleden zitten in de kandeleers en het kerkwoord. Hun worden geknoopt door de eremacht. Zodat hij binnen wie de Jan van harte welkom en een groot applaus voor hem. Dus nou alle zes van links beginnen. Had hij er nou aan of niet? Nee. Had hem er niet af, hè? Ik zou even doen. Waarom in Didam strijden we om de titel ringkoning hier? Het is ons jaarlijkse gebeuren, veel plezier en heel veel sfeer. Er moet precies in de ring worden geprikt met veel gevoel. De spanning stijgt en iedereen kijkt vol verwachting naar het doel. De ringkoning zijn, dat wil toch iedereen? Hoop en vreugd, wat een festijn. Het is een wedstrijd vol geluk bij Wilhelmina in de zonneschijn. Met vriend en vijand, zij aan zij, strijdend voor de hoogste eer. Het is een spel met diepe zin, een avontuur keer op keer. De spanning neemt door de dag, de ring verdient wie goed doet. Wie wint heeft ook het hart geraakt, een gelukkige winnaar overstemt de moed. Ringkoning zijn, dat wil toch iedereen? Hoop en vreugd, wat een festijn. Wedstrijd vol geluk bij Wilhelmina in de zonneschijn.
de beste schutter in het land. Stijn schoot op het lepeltje, iedere keer weer raak. Stijn, nieuwe koning van de Wilhelmina. Met vast hand en scherp oog, geen doel blijft hier nog droog. Leefje Windows, de Pielsen, de Biedermannen, de standaardpalendrager, het bestuur, en dat bestaat uit de voorzitter Hans, secretaris Harry Peters en penningmeester Patrick Bos. Na het bestuur zit je de koningsparen, namelijk Schutterskoningspaar en Jean-Louis Roer ten Haard, en Ruiterkoningspaar Vincent en Lemme Vierwind, en de Majorettes met als wismajorette Rens Kattenoever. De schilderij wordt muzikaal begeleid door haar eigen trommelgroep en natuurlijk door haar vader Bess uit de dijk. Achteraan loopt ook het keurkorps en natuurlijk moeten we de kattenkoppen niet vergeten, want waar Sint-Antonius is, daar zijn de kattenkoppen. Schilderij Sint-Antonius, van harte welkom en een graag groot applaus voor jullie. Hoi, Pira. Ja.
Jaarlijks mee aan de Kringloop van Montferland en gaat minstens eenmaal per jaar naar een federatief contours. Bij diverse gelegenheden is de gemeenschap is deze schutterij erbij. Sint-Martinus is lid van Kring Montferland en tevens aangesloten bij de Gelderse Federatie Sint-Hubertus. Hoofdcommandant is Johan Wenting, commandant van de Vendeliers is Tony Peters en Hans Buiting is de commandant van de Keurkorps. Achtereenvolgens zitten in de optocht de Pielsen, de standaardfaal dager, de erewachten, de bielemannen voor het opruimen van verse obstakels tijdens de optocht, de majorettes met als mismajoret zijn Shirley Berendsen, Kira Hagen en Sanne Wenting, de marketenters, de drukvervaren Sint-Martinus Scheffekamp, de muziekvereniging Excelsior het Loo en vervolgens het bestuur, die bestaat uit 9 personen en het dagelijks bestuur staat uit voorzitter Gerard Peters, penningmeester is Erik Scheerder en secretaris is Perry Busjes. Daarna heb je de koningsparen, namelijk het schutterskoningspaar Willy en Annemarie Sloot en het ruiterkoningspaar Marcel en Petra van den Berg. De jeugdkoningin is Nieke Wenting en de jeugdgietkoning is Daan Komt. Deze schutterij heeft ook maar liefst 13 ereleden en daarna zien we ook nog de Vendeliers en het Keurkorps. Het bestuur is trots op hun prachtige schutterij met zijn vele jeugdleden. Schutterij Sint-Martinus Scheffekamp, van harte welkom en graag een groot applaus.
Treffelkamp feest ieder jaar. Sint-Martinus altijd daar. Onze trots in het vizier. Altijd lachen, veel plezier. Onze schutterij, ons eigen ding. In het mooie dorp zingen wij steeds in. Schutterstand. Onze schutterij, ons eigen ding. In het mooie dorp zingen wij steeds in. Eén voor allen, iedereen. Samen zijn we nooit alleen. Met ons vaandel in de hand houden wij de schutterstand. Onze schutterij, ons eigen ding. In het mooie dorp zingen wij steeds in. Samen staan we sterk altijd. In ons greffelkamp verblijft. Trots en vreugde elke dag. Feest en vreugd, dat is de vlag. Ons eigen ding. In het mooie dorp zingen wij steeds in. Gevonden bij zaal Luiking in Gelderkamp, waar ook een evenemententerrein zich bevindt. Hier worden de jaarlijks terugkerende oefen- en schuttersdagen en eenmaal per drie jaar tijdens de schutterdag in september het keizer-evenement georganiseerd. Aanvullend op de vaste evenementen zoals de federatieve ontmoetingsdagen neemt de schutterij ook deel aan het Euroregio Rijn-Waal-treffen dat ieder najaar wordt gehouden wordt met schutterijen en gelden uit de grensstreek Duitsland en Nederland. De schutterij is ons vroeg opgebouwd. Vooraan de Bielemannen en de Bielewieven, gevolgd door de marktensers. De Pielsen hebben geen vaste plek in de schutterij. Hierdoor worden ze dankbaar gebruikt om het verkeer tegen te houden en lopen zij daar waar het over zijn. De muzikale ondersteuning wordt al 15 jaar verzorgd door een drukbevaren eensgezindheid uit Aard. En bij de resterende optredens van de schutterij zijn er 3 tamboers die de maat aangeven. Het standaardfalo wordt geflankeerd door de fruitfotografers ter bescherming van het standaardfalo. De commandant Pascal Buiting zal overwegen in de buurt van de parel te winnen zijn. Achter het staande parel loopt het bestuur, bestaat uit vicevoorzitter en secretaris Rob de Voer. Planning en opmeester is de archie in de en de koningsparen en beschermheer worden geparkeerd door eigen jeugd en door eigen en jeugdrendiers van Aard. En door de parels wordt als het ware een eigen erehaag gevormd. De schutterskoning is Pedicoortjes met Lucie, de ruiterkoning is Theo van den Berg, de beschermheer is Edmond, conceptor van met de Keule Mary. Schutterskeizer is Jan van den Berg, de ruiterkeizerin is Jani van Oosterkamp. Ook koning heeft kanonnen en sinds januari een dame als kanonnen hier. Schutters dragen de zogenaamde 16-handvuller en is uitsluitend bestemd voor ere- en salutschoten. De schutterij bezit enkele ereleden. Deze titels hebben ze ontvangen omdat ze sporen door inzet en toewijding aan de vereniging hebben verdiend. De erevoorzitter is Willy Driessen en de ereleden zijn Arno Gewessel, Wim Evers, Roel van Oosterkamp en Angelina te Voort. De lid van verdiensten is Christa Wenting. Ik wens deze schutterij van harte welkom en een groot applaus voor hun.
scooterij de hieg, strijden we om de titel. Kun koning, scooters koning, wij zijn klein maar sterk en snel. Een hechte band met elkaar, wij zijn altijd samen. Kleinste schutterij van het land, maar altijd weer aan het dromen. Blijven altijd bestaan, hart en ziel voorop. Schutterij de hier gaat door, geen enkele dag is stom. Elke strijd opnieuw beginnen, samen als een team. Klein maar krachtig is ons leven, trots in elke ziel die we zien. Schoten in de lucht, onze trots blijft eeuwig groot. Blijven altijd schieten, schutterijden hier maakt nooit dood. Blijven altijd bestaan, met hart en ziel voorop. De rijden hier gaat door, geen enkele dag is stom. Elke strijd opnieuw beginnen, samen als een team. Klein maar krachtig is ons leven, trots in elke ziel die we zien. Schoten in de lucht, onze trots blijft eeuwig groot. Blijven altijd schieten, schutterij de hieg maakt nooit dood. Blijven altijd bestaan, met hart en ziel voorop. Schutterij de hieg gaat door, geen enkele dag is stom. Hiervoor komt aantreden schutterij Sint Isidorus Oud-Dijk. En deze is formeel opgericht op 19 april 1931. Maar in de buurtschap Oud-Dijk aan zuidzijde van Didam wordt er volgens geschiedschrijvers al zeker sinds 1719 in de buurt van Huisdijk koningsschoten en schuttersfeest gevierd. De heroprichters van deze schutterij kozen vanwege de overwegend agrarische achtergrond de huidige Sint Isidorus als haar schutspatroon. Schutterij Sint Isidorus Oud-Dijk telt ruim 300 leden. Dat zit dus Sint Isidorus actief is in de Oud-Dijkse gemeenschap en daarbuiten blijkt uit diverse activiteiten. Alles in het gemeenschap trouw, diepheid. De Oud-Dijkse schutterij onder leiding van algemeen commandant Wil Schreuning is als volgt. Voorover de bielemannen, zij vormen de verkenners en tegelijk ook de genie van de schutterij. Zij worden gevolgd door de erewacht, zij kondigen het vertrek en de aankomst van de schutterij aan. Met de zwartkruis van de bunten. De schutterij op het standaardvaandel schrijft de Sidorus. Deze schutterij beschikt ook over marionetten. Thank you.
Schutterij Sint Isidorus, de heilige van ons land. Trots dragen wij de naam van Oud-Dijk zo bekend. We vieren samen het Schuttersfeest in Oud-Dijk zo mooi, ons hart een feest. Eén schutterij, één gemeenschap sterk, met trots en eer, samen aan het werk. We vieren samen het Schuttersfeest in Oud-Dijk zo mooi, ons hart een feest. Sinterklaas-intocht. Ze verzorgen ook optredens buiten de dorpsgrenzen en nemen deel aan het Heldenskampioenschap Indoor Pendelen, de Kringdag van Krim Montferland, het Gelders Biedermann treffen en de creatieve Schuttersdag. Schuttersgilde Lolveruit is lid van de Kring Montferland en aangesloten bij de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen Sint-Hubertus. Al jaren wordt er aandacht besteed aan de jeugd binnen het Schuttersgilde. De commandanten van deze schutterij zijn Tony Jansen, René Buiting en Theo Teunissen. En de ereleden zijn Frans Bot, Frans Sterksen en Ab Dieker. Achtereenvolgens ziet u voorbij komen de salutschutters, het staan afvaardig met de medaillebanden, onder andere de koningsmedailles, de binnenmannen en de jeugdbinnenmannen voor het opruimen van de obstakels in de optocht. De majorette is met Miss Majorette Nicole Siemens en Miss Mini Majorette Lisa Bunk. De tamboerkorps, de muziekvereniging Amicitia, het bestuur. En het bestuur bestaat uit 7 leden, namelijk de president Melvin Razing, de secretaris Tony Hetterscheid, de penningmeesters Benny Wes en de bestuursleden zijn Erwin Zegers, Jeroen Barens, René Buiting en Marit Meijer. En de koningspaar ziet u ook voorlopen. Het schutterskoningspaar is Willy en Irma Steenkamp en de ruiterkoningin is Maud Steenkamp. Jeugdschutterskoning is Luc Vonk en de jeugdruitkoning is Kans Thijssen. Daarnaast zien jullie de jeugdpendeliers, de senioren en de acrobatische pendeliers en het keurkorps met schutters. Schutterij Lolveruit van harte welkom en een groot applaus voor jullie.
dit team. In eenheid als geen ander te zien. Het gilde hier in Londen, samen zijn we een groot doel. Met pijlen schieten wij raak, koningspaar dat alles draagt. Schutters gilde lol vooruit, nieuwe koningsparen die regeren. Heel het jaar ze blijven streven, onze schutterij nooit vergeten. Met elke schot zo scherp, zo fijn, zien we ons succes altijd verschijnen. Feesten vieren in het licht, schutters gilden nooit uit zicht. Jaar na jaar met kracht en moed, nieuwe leiders prachtig goed. Ze brengen hoop, ze brengen vreugd, in onze harten altijd deugd. Schutters gilden lol vooruit, nieuwe koningsparen die regeren. Heel het jaar ze blijven streven, onze schutterij nooit vergeten. Even met plein midden in Didam. De schutterij heeft dit jaar hun kamp wederom opgeslagen midden in het centrum van Didam, onder de Didamse toren. Schutterij de Eendracht staat vandaag onder bezielende leiding van commandant Johan Jansen. En achtereenvolgens ziet u in de optocht de standaardvaandeldrager, de wielimannen, de erewacht. En dan ziet u ook de koningsparen, namelijk schutterskoning Pascal Nas met zijn koningin Saskia. Ruitkoningin is Eva Horsting met haar koning Jens. En ook zijn jeugdkoningen Stijn Scheerder en Brim van Rij aanwezig. Het bestuur loopt hier ook. En in het bestuur zit als beschermheer meneer Laarberg. Voorzitter is Bas Strijbos, secretaris is Marjan Wolf en penningmeester is Pascal Nas. Hierna zit u de vendeleers, de tamboers en daarna zit u de muziekvereniging De Club, die vandaag onder leiding is van Guus Meesing. De muziekvereniging vierde begin juni in haar 130 jaar bestaan met een uitverkocht spectrum jubileumconcert samen met de topband Kaliber. De club zal haar jubileumjaar afsluiten in november door concertconcours te gaan. Als laatste ziet u nog een keurkorps. Schutterij de Eendracht, van harte welkom en graag een groot applaus voor hun. Jaar lid, ook al vele jaren langer. Ik kan een heel boek schrijven over. Nee. Maar wat ik net zeg, ook hier geldt familietradities. Bij opa begonnen, de ooms, mijn vader, mijn broers en onderhand de kinderen, zowel de jongens als de meiden. Dus ook hier geldt,
De familie houdt de schutterij in ere. Net bij Jos ook. We weten niet anders dat we Vendeliers in de familie hebben. Na het Vendelen, altijd een biertje, kaas, de worst op tafel. De Barbie Pangang saus mee naar de barbecue. Maar toch, ik ben hartstikke blij en nog steeds lid ben van de schutterij. Ik ben er in ieder geval bijzonder trots op dat we hier met elkaar staan. Dus van harte proficiat. Ook even de fantastische applaus van onze cameraman Wim. Ja, mooi. Nou, maar graag een groot applaus voor alle jubilarissen. En dan gaan we met je handjes saluten voor de jubilarissen. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Wij marcheren door de straat vol trots en genot, onze vriendschap is groot, ja dat is ons lot. Schutterij de één dag voor altijd in de zon. Samen staan we sterk en nooit uit de toon. Wij staan zij aan zij, schutterij met kracht zo vrij. Feesten doen we groot en klein, met de trom en vrolijke vrein. Wij marcheren door de straat vol trots en genot. Onze vriendschap is groot, ja dat is ons lot. Schutterij de één dag voor altijd in de zon. Samen staan we sterk en nooit uit de toon. Wij staan zij aan zij, schutterij met kracht zo vrij. Feesten doen we groot en klein, met de trom en vrolijke vrij. Een eeuw lang vreugde en plezier, vriendschap dat maakt ons team. Samen lachen, samen zingen, altijd met elkaar verbinden. Wij staan zij aan zij, schutterij met kracht zo vrij. Feesten doen we groot en klein, met de trom en vrolijke vrij. Het is van, presenteer het van. En zwaar dit verhaal voor God, koning en vaderland. En voor u allen hier aanwezig. Muziek klaar. 1, 2, 3, muziek.
Seraf Fabel. Op de plaats, rust. Dit is eigenlijk wel de hoofdstad van de schutterijen. En ik zie ook de voorzitter van de federatie al instemmend knikken. Dus dan heb ik in ieder geval de waarheid. Hebben wij de waarheid gesproken, Alex. En dat betekent dat we er ook trots op mogen zijn en dat met ere mogen uitdragen. En dat hebben jullie vanmiddag gedaan. De majorettes waren de eerste. De vendeliers in alle leeftijdscategorieën kwamen aan het slot. En daartussendoor kwamen die geweldige schutterijen die soms helemaal niet meer op dit plein passen. Dus mijn eerste opdracht aan mijn opvolger is: zorg voor een groter plein. Zorg voor een groter podium. Want hier zitten ze ook bijna in de verdrukking. Dus dan weet hij of zij die volgend jaar hier mag staan vast, dat hij die opdracht alvast mee heeft gekregen. Ik wens jullie allemaal prachtige schuttersdagen. Ik hoop dat het weer morgen nog iets mooier wordt. En ik kom graag morgen bij jullie allemaal langs. En reken erop dat ik de laatste keer zal schieten. Veel plezier allemaal!